Ik ben blij dat ik uiteindelijk de stap naar Dordrecht kunnen maken. En ja, dan, ik snap de supporters van Sparta dat ze van mij verwachten dat ik niet vol zou geven omdat ik nog onder contract sta. Alleen, ik ben speler van Dordrecht en daar heb ik alles voor gegeven. En dit had ik echt niet willen missen. Dit is de reden waarom ik wil winnen. Dus. Je wordt emotioneel. Kampioenen! Het is je gegund, Paul. Is er wel vanuit Rotterdam-West druk op je uitgeoefend? Vanuit de staf niet. Ik heb niks gehoord. En spelers heb ik natuurlijk gewoon mee gesproken. Dat zijn ook zijn er gewoon vrienden. En, dat was meer lacherig en zo. Maar vanaf de supporters. Ik heb Facebook heb ik afgesloten. En waar ze mijn berichtjes kunnen sturen. Volgend jaar maar. Hij is van ons, hoor. Hij is van ons. Tot slot volgend jaar dan met Dordrecht maar de Eredivisie in. Ja, dat zou echt fantastisch zijn om hier door te gaan. En, ga je terug? Dus, nee, maar ja, het is echt fantastisch. Dit feest, dat is precies waar ik het voor wil doen. En ik snap de supporters van Sparta dat ze misschien nu een hekel aan me krijgen. Alleen, ze moeten ook begrijpen dat ik, in mijn ogen ben ik verkeerd behandeld door Sparta. En ik heb heel vaak met de keepers en zo moeten trainen. Dus ik ben blij dat... Dat we het gehaald hebben en dit een fantastisch feest. Geniet ze, man. Dankjewel. Toppen.